Ik had een bepaald beeld in mijn hoofd. Ik had een plaatje voor mij. Ik had het plaatje uiteindelijk. Eindelijk. Dit ga je niet van me afpakken. Dat flik je me niet. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Spot On. Influencer Sigourney Kemper was zo'n 3 jaar geleden bij ons te gast om te vertellen dat ze ondanks alle red flags toch terugging naar haar ex. Ik zei waar wil ik naartoe, en dat is ook gewoon eigenlijk het moment vanaf het moment dat ik zwanger was van haar. Ja. En hij alsnog aangaf van nee, ik wil niet met jou verder. In de tussentijd is er veel gebeurd. Wat precies, dat komt ze vandaag vertellen hier bij Spot On. Sigourney, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Je was hier 3 jaar geleden ook te gast. Ik dacht even een korte recap. Waarom ben jij toen bij hem teruggegaan? Ik ben toen bij hem teruggegaan omdat ik er toen in geloofde. Mm-hmm. Ik was er echt van overtuigd dat we allebei in de tijd dat wij uit elkaar waren onszelf hadden ontwikkeld. Ja. En dat was ook echt dat moment ook hoe het de situatie zich voordeed. Mm-hmm. Alleen ja. Dat bleek achteraf gezien niet helemaal zo te zijn. Nee, want hoe ging dat in het begin toen jullie weer bij elkaar kwamen? Hoe was die eerste periode weer? Ja, goed. Precies zoals ik het eigenlijk ook had verwacht. En het klopte gewoon. Ja. En dat is ook wat hij liet zien, maar ook ik natuurlijk. Want wat ging precies goed? Was hij veranderd in bepaalde dingen? Of hoe moet ik dat voor me zien? Juist de dingen waar hij voorheen voor wegliep, dat deed hij juist nu wel. Ja. Dus meer betrokken zijn bij de kinderen, maar ook mij ontzien. Als ik bijvoorbeeld ergens naartoe moest, oh nee, ik doe dat wel. Of als het mij te veel werd, van nou, ik neem de kinderen even mee naar buiten. Heel erg betrokken. Ja. En dat is iets wat ik niet alleen voor mezelf, maar vooral voor de kinderen heel graag wilde. En als dat dan de vader, de biologische vader is, dan het plaatje was voor mij compleet. Maar waarom was dat voor jou zo belangrijk, dat het de biologische vader was? Ik denk achteraf gezien dat ik meer keek naar wat ik heb gemist als meisje tijdens het opgroeien. En ik ben ook niet opgegroeid met een stiefvader in beeld. Dus eigenlijk gewoon helemaal geen vaderfiguur in huis. Dus dacht ik van, nou, als ik het doe, als ik een gezin heb, dan wil ik dat gewoon graag met de biologische vader. Dan heb ik het alsnog meegemaakt en dat kan ik dan ook aan mijn kinderen geven. Ja. Ik ben zelf ook opgegroeid zonder vader, dus ja, ik merk dat ik daar best wel wat in heb gemist. Wat was het voor jou? Wat denk je dat je hebt gemist daarin? Tijdens het opgroeien heb ik daar veel minder last van gehad dan dat ik heb gehad nadat ik kinderen heb gekregen. Want toen wist ik niet beter. Dat was ook echt het enige wat ik kende. De liefde van mijn vader, dat was voor mij de liefde. Dat is denk ik voor ieder meisje. De liefde die je hebt met je vader, dat is de eerste band. De eerste liefde die je kent met het andere geslacht. Dus ja. Eigenlijk ga je dat als standaard zien. Snap ik wel. En dat is precies ook hoe ik dus zeg maar als jonge vrouw in het leven ben gaan daten en dus ook een partner heb gekozen uiteindelijk die precies hetzelfde is als mijn vader. Mm. Want dat is denk ik omdat dat familiar is. Het is bekend. Mm. Dus dan eigenlijk weet je wat voor pijn je kan verwachten. En kan je een voorbeeld noemen van iets wat daar dan... Een man die niet betrokken is. Oké. Ja, een man die dus niet betrokken is en eigenlijk wel zegt van ja, dit doen wij, ja, we got this en helemaal blij met jou, bla bla. Maar vervolgens niet in daden laten zien. En dat was natuurlijk ook hoe het nam. Na een hele tijd geen relatie. En toen hij dus wel de dingen liet zien, dacht ik, hey, hij laat nu wel in ieder geval potentie zien. En hier kunnen we wat mee. Maar dat is nu ook wat ik heb geleerd. Potentie is dus niet waar je op af moet. Of waar je vanuit moet gaan. Dat is misschien ook een beetje het plaatje wat je intact wilde houden. Ja, ja. Ik nam geen genoegen met wat anders. Want jullie hebben er dus voor gekozen om weer samen verder te gaan. Dat werkte op een gegeven moment toch niet helemaal. Waar liep je tegenaan? Hij liep ergens tegenaan. Hij liep eigenlijk weer tegen hetzelfde aan als, ik denk toen het zijn 8 jaar geleden, toen we voor de eerste keer uit elkaar gingen. Het werd hem te veel. Hij dacht, nee, dit is het toch niet. Eigenlijk was het dat ik het aanvoelde. Klinkt misschien heel raar, maar mijn intuïtie was echt on point. Ik appte, are we good? En hij zei, we moeten praten.
En ik zeg, dit ga je niet menen. Ja, sorry. Zo. En toen wist ik eigenlijk al genoeg. Terwijl ik het helemaal niet zag aankomen. Er was geen ruzie. Het was ook niet dat de relatie stroef verliep. Er was gewoon helemaal niets aan de hand. Maar toch, heel gek, op de dag zelf voelde ik iets, appte ik het. En toen bleek het dus ook zo te zijn, terwijl er eigenlijk geen aanleiding was voor mij. Want even een stapje terug. Ik begrijp, toen dit voorviel, was jij dus ook zwanger van je derde kindje. Klopt. Hoe is dat? Dat lijkt me echt ontzettend stressvol ook. Ik denk dat ik heel lang in de verdrietige fase ging. Totdat hij eigenlijk steeds bleef zeggen van, ja, ik weet het niet en ik weet het niet. En ik had zoiets van, oké, eigenlijk, we komen er wel overheen. Laten we het gewoon vergeten en verder gaan. Maar daar bleef hij in die, ik weet het niet, ik weet niet of ik dit kan. En toen dacht ik, ja, ik kan dit al helemaal niet. Dan houdt het hier gewoon op. Ja. Toen hebben we dus een punt achtergezet. En vanaf daar ging het eigenlijk heel slecht. Want dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Het beeld wat ik had, was gewoon weg. Het was eigenlijk ook niet meer te redden. Ik kon niks meer doen om het te redden. Ik merkte ook echt dat ik er alleen voor kwam te staan weer. En nu met 3 kinderen bijna. Kan je het gevoel nog terughalen van die periode? Vernedering. Heel erg vernedering. En schaamte. Ook geen geloof in mezelf dat ik dit kon doen. Met 3 kinderen alleen. En werden mensen van, ja, maar je hebt al 2 kinderen, ook alleen. En denk ik, oh, oké, prima. Als je het zo goed kan, doe jij het maar. Nee, jij doet het zo goed. En denk ik van, nou, dat kon ik op dat moment allemaal niet horen. Nee. Want dit was gewoon niet het beeld wat ik voor mij zag. Maar daar moest ik het wel mee doen. Ik had het niet voor het zeggen. En dat vond ik op dat moment heel erg oneerlijk. En ook gewoon erg dat dit, ja, ik wil bijna zeggen dat het mij moest overkomen. Maar dan, ik voelde me echt in de slachtofferrol eigenlijk. Waardoor ik ook niet meer de mooie kanten ervan zag. Dat ik ook heel lang niet heb kunnen genieten. Maar echt aan het overleven was in plaats van aan het leven. Dus dat was voor mij echt een hele, ja, best wel zware periode. Ja, dat snap ik. Ik hoor je ook zeggen, hij vond het lastig. En toch zeg je van, als het aan mij had gelegen, had ik het geprobeerd. Wat maakte dat je dat wilde proberen? Ik had een bepaald beeld in mijn hoofd. Ik had een plaatje voor mij. Ik had het plaatje uiteindelijk. Eindelijk. Dit ga je niet van me afpakken. Dat flik je me niet. En dat is eigenlijk best wel, ik wil niet zeggen slecht, maar best gevaarlijk. Maar dat betekent dat ik gewoon bereid ben om mezelf respect aan de kant te zetten voor een beeld dat ik in mijn hoofd heb gecreëerd. Kun je het er goed over hebben met mensen in je omgeving? De eerste periode niet. Ik heb me echt afgesloten voor alles en iedereen. Telefoon uit, echt uit. Lijkt me ook een beetje eenzaam als je dat allemaal alleen moet doen. Het is eenzaam. Maar dat is meer ook omdat ik denk van ja, ik ben ook degene die er doorheen moet. Dus. Ik denk ook, je was al mama van 2. Klopt. Derde was op komst. Ja. Hoe doe je dat? Hoe run je dat? Overleven. Is automatische piloot. Doen wat je moet doen en overleven in plaats van leven. Dat was ook echt wel een periode waar ik eigenlijk niet heel veel herinneringen aan heb. Omdat het een beetje, ik heb het heel veel weggestopt. Want het was echt alleen maar door en door en door en door. Ja. In die periode kwam ik er ook achter dat mijn 2 oudsten, die andere was nog in de buik, dat zij hoogbegaafd zijn. En dat was voor mij ook weer een, oh, nu snap ik veel meer. Nu snap ik dat beter. Maar dat moest ik allemaal zelf processen en zelf doen. Dus het was echt overleven. En er kwam heel veel eigenlijk op me af. Ja. Ook verhuisd in die periode. Dus ook dat nog erbij. Dus het was best wel een hectische periode waar ik mezelf staande heb moeten houden. Ja. Voor de kinderen ook. Ja. Want was jouw ex-partner destijds er wel voor de kinderen in die periode? Ja. Dat ging gewoon weer terug naar 1 keer in de 2 weken. Een weekend. Daar moest ik niet het alleen mee doen, want ik was natuurlijk ook gewend aan een helpende hand in huis. Maar ook de kinderen, die hem ook waren gewend. Tuurlijk. Maar dat was op dat moment blijkbaar het maximale wat hij kon geven. Dus nu kijk ik er ook naar van, als dat is wat je kon en kan, ja, daar kan ik niets over zeggen. Maar dat was wel voor mij op dat moment echt een steek in mijn rug. Of eigenlijk voelde ik me net als grof vuil aan de kant gezet samen met mijn kindjes van ja, bekijk het maar.
Ja. Maar dat is dus iets, dat was echt perspectief vanaf dat moment, omdat ik me natuurlijk ook echt gekwetst voelde. En, dus ja. Snap ik. Hoe ben je uiteindelijk bovenop deze situatie gekomen? Ik weet niet zo goed hoe, maar ik weet wel wanneer het moment was voor mij dat ik dacht, oh, ik ben wel heel erg gelukkig met mijn drie kindjes. Ja. We waren toen op vakantie op Kreta en daar begon ik echt, ik keek naar ze, ze waren lekker aan het spelen in het zwembad en toen dacht ik, dat heb ik wel mooi geflikt. Ja. Ondanks hoe ik tijdens de zwangerschap, hoe het begon en hoe het eindigde en daarna met de verhuizing, met de kids en alles. En niet het accepteren, niet het kunnen accepteren van de situatie, dacht ik, ja, ik kom hier nooit meer uit. Draag mij maar weg. Ik blijf maar in de overlevingsstand in plaats van dat ik kan genieten van wat er eigenlijk allemaal om me heen gebeurt. En daar was echt het moment dat ik, natuurlijk heeft dat ook wel geholpen met dat ik wel echt bezig ben geweest. Ik heb schematherapie gehad. Ik heb ook verdiept in, oké, hoe kan je dingen wel loslaten en accepteren en het is oké. En het zien als een leerles in plaats van alleen maar naar jezelf kijken van waarom is mij dit aangedaan? Ik ben zo zielig. Ik voel mij echt dus onrecht. Maar daar heb je dus wel zelf echt actieve stappen in genomen. Ja, omdat ik echt niet blij mee was dat ik me steeds zo voelde. Ik wilde me echt niet zo voelen de hele tijd. Nee. Voor mezelf niet, maar voor mijn kinderen ook niet. Want de energy die ik dat straal ik gewoon uit en dat pakken zij op. En dat is natuurlijk niet wat ik wil. Mm-hmm. Als moeder wil je juist de happy environment, een veilige haven creëren. En die energie uitstralen is niet heel erg veilig, denk ik. Nee, maar ik denk wel dat je ontzettend trots mag zijn dat je dat gewoon hebt gedaan. Absoluut, ja. Hey, stel nou dat er andere vrouwen zijn die kijken en in een soortgelijke situatie zitten. Heb je nog een boodschap voor hun? Ja, de boodschap die ik mee wil geven is, schaam je niet voor de processen, de ontwikkelingen waar je doorheen gaat. Je krijgt zo vaak examen totdat je slaagt. Mm-hmm. En ik heb echt heel wat examens moeten doen voordat ik ben geslaagd. Dat heeft bij mij dus 9 jaar geduurd. Mm-hmm. En neem het jezelf ook niet kwalijk dat je bijvoorbeeld een keer een verkeerde keuze maakt. Ja. Of wat dan ook, want alles is met een reden. En dat vind ik wel echt heel erg. Dat heb ik ook echt geleerd. Ik wil je ontzettend bedanken voor het delen van je verhaal en voor je eerlijkheid. Dus bedankt dat je er vandaag wilde zijn. Graag gedaan. Jij natuurlijk bedankt voor het kijken. Heb je nou een vraag voor Sigourney? Laat het even weten in de comments. En wil je nou meer van dit soort verhalen horen? Abonneer je dan ook even op ons kanaal. En dan zeg ik voor nu tot volgende week.